Alleen deze toren bleef over toen de Michielskerk van Keerbergen 20 jaar geleden werd afgebroken. Plus het waardevolle van Petegem-orgel. De onderdelen ervan worden op de zolder van het gemeentehuis bewaard. Om dit instrument in zijn oorspronkelijke staat te restaureren is geld nodig, zo'n 6 miljoen frank. De schepenen Rick Schoovaerts en Karel van Rompuy besloten daar wat aan te doen. Meer bepaald door een gesponsorde bedevaart naar Santiago de Compostela te ondernemen. Als de parochianen per afgelegde kilometer een bepaalde som bijdragen, kan er al vlug 1 miljoen frank worden bijeengestapt. Het is gegroeid bij pot en pin. Het was eerst fantastisch fantasierijk. De anderen die daarbij aan tafel zaten, die hebben altijd gezegd, als je dat van ooit durft doen, dan gaan wij zeker sponsoren. En het werd altijd maar aangehaard en aangehaard. Dan kreeg Rick het geluk van vroegtijdig op pensioen te gaan. Daarmee kan zijn jeugddroom in vervulling gaan. Vandaag, de 14 april, gaan we die droom testen aan de harde werkelijkheid. Karel en Rick vertrokken vanmiddag na de hoogmis van 10 uur. Eind juli, na 100 dagen stappen, hopen de pelgrims in Compostela toe te komen. Te voet gaan naar Santiago de Compostela, je moet het maar doen. En ze zijn zelfs tot vanavond hier tot in Middelkerken geraakt. Dames en heren, bij ons hier Rick Schoovaerts en Karel van Rompuy. En ik moet zeggen, hun wandelpas is nog steeds aangepast aan het ritme van de bedevaart. Of niet? Dat proberen wij, ja. Ja. Ik moet zeggen, jullie zien er ook echt uit als pelgrims, hè? Het is echt waar. Ik vind, jullie zouden een film moeten maken of zoiets. Of die ambitie heb je misschien niet? Ik weet het niet, want ik wil er toch wel... Zagen die andere pelgrims er ook zo uit zoals jullie? Misschien altijd niet zo, maar ik wil er toch wel de nadruk op leggen dat er in Vlaanderen en in Nederland ook nog veel pelgrims zijn die dat gedaan hebben in alle stilte. Ja. En dat wij, omdat we misschien van de gemeente zijn, en dat we onze droom gekoppeld hebben aan de restauratie, aan de bezorgdheid voor ons patrimonium, de restauratie van ons orgel, dat wij nu een beetje tamtam gekregen hebben en de media, maar ik zou toch wel aan al die stille pelgrims die er in Vlaanderen en in Nederland zijn, en werkelijk een eregroet brengen aan al die mensen, want die hebben het in stilte gedaan. Zonder tamtam, zal ik maar zeggen. Ja, dat is waar. Heb je nooit onderweg gedacht, Karel, van nee, ik stop, ik kan het niet meer aan? Wel, tegen alle wil en dank en tegen al die pijnen, echt eraan denken van op te geven, dat komt niet. Nee. We hebben dat ook op een muur gelezen, in gedichtvorm. Hè. Wij kennen wel die taal niet helemaal, maar daar staat in, als je als pelgrim gaat om culturele of godsdienstige reden, om nog vele andere. We weten het niet, maar één ding is zeker. Een pelgrim die vertrekt, die wil aankomen. Zo eindigt dat gedicht. En ik geloof dat dat bij iedere pelgrim, want het is ook een aparte soort van mensen, pelgrims. Ja. Een pelgrim die vertrekt op weg naar Santiago, die wil aankomen. Soms met dagen gedwongen rust onderweg, maar hij wil aankomen. En met deze heren mag ik jullie nog een heel goede gezondheid toewensen. Heel vriendelijk bedankt ook dat jullie gekomen zijn. Ik vond het een heel tof gesprek en ik vind jullie eigenlijk ook heel twee toffe mannen. Dank u wel. Oké. Okay.
voordeel aan het kabinet van dat. Ja. Deze zijn dus allemaal. Neem de gewassen, beste. Gewassen en helemaal opgeschuurd ontdaan van. En Pieter is er nu nog bezig ook, zeg. Daar zou het eruit komen. En dat zullen die driehoekjes geweest zijn, ja, op dat blad gehad. Ja, dus deze, ja. Plus dan het handje. Ja, 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 ja. Ook voorzien, en dus dat komt nu ook terug, hè. Dus er wordt een nieuwe tinfolie opgezet en nieuw blad. Dus, hè. Dat is weer een mooi uitzicht. Ja, ja, die waren allemaal ingesneden, hè. Dus dat is allemaal hersteld hier. En dus hier zie je duidelijk die sporen van dat bladgoud, hè. Dus dat zat erop in verschillende lagen hier, hè. Zo. Ja. Zie maar wat hij nu doet, nu ben ik zeer trots natuurlijk op wat ik zeg, hè. Maar er zijn maar twee in België. Hè. Wat er veel gebeurt, dat is dat er... Organisatorisch nu mee bezig en dan ja, het uitwerken van opmetingen doen bijvoorbeeld. Dus alle pijpen voor de opgemeten, de computer is dodekop noemen ze dat. Dat is een verfstof met een balken nog in verschillende centers. Dus we gaan zo met een bout gewoon oplossen. Ja, ja, en dan krijg je die veiligheid. En op die verf. En die verf kun je daar achteraf gemakkelijk af. Een warm water, blauw water afgewassen. Hier kun je. Wel, de voetopening iets groter maken in dit geval. Dat is mijn, dus ik meet wel eerst op de originele voetopening voor ze achteraf weer toe te kloppen. Dus op die opening. Ja, zo, ja. En dan maak ik het iets groter. Dus als ze zien als de brutsen hier zitten, dan neem ik deze en dan wrijf ik ze eruit. Zo, als ze dieper zitten, gaat dan in hier. Dan via de binnenkant. Als het dieper zit, dat gaat dan niet meer, omdat dat, heb je macht niet meer. Hè. Ja, ja, dan moet je tikken. Dus dan moet je barken erin steken. En hier via tikken. Heel miniem. Ja. Oh, de kop ligt toe, ligt. Ja. Dat is zoals we ontharen met wassen. Ja, inderdaad. Welk programma heb ik in de week toevallig gezien? Eén keer, hè. De rest wordt afgeborsteld. En dan op heel plaatsen voordat ze gefolied worden weer. Met heel fijn schuurpapier, lichtjes. Dus als er nog kantjes zijn... Dus het hangt daar allemaal aan? Ja, dus al hetgeen dat er afgekomen is, hangt daar aan. Ah ja. En dan moet er ook... Voorzichtig mogelijk afgenomen. Het hangt nu nog wat verf op de kern. Dan ga ik er ook wat af. Ah, dat zijn allemaal. Er zijn veel meer nieuwe. Is dat het een oude tussen? Zeg het maar. Kijk, dat hadden we, dat gegeven hadden we. En dit die, ook. En die, ja. Dus wat hebben we gedaan? We hebben een zuurschaal gemaakt met de bestaande. Ik weet niet. En dan kun je die curve zien, hoe dat die moet lopen. En dan kun je de ontbrekende daarop reconstrueren. Ja. En dus juist als je getallen zou hebben tussen 1 en 4, vandaar hebben wij dus heel dat kunnen reconstrueren. Orgelbouwer Drapsink Werps zorgt voor de restauratie van het Van Petegem orgel. Sommige stukken worden vervangen, bruikbare stukken worden opgekaasd en ontstoft.
Barsten en gaten worden hersteld met een product van houtvezels dat men warm maakt. Om alle strui dezelfde kleur te geven, wordt het achtergebleven vuil verwijderd en glad gestreken. Kleine gaten van nagels worden opgespoten en fijn gewreven. Het orgel wordt ter plaatse volledig terug opgebouwd om daarna terug uiteen te halen voor te kunnen vervoeren. Ziet men ten geblazen wordt en dan blaasbalg tot toe, dan is dat dan omhoog. Van het ogenblik dat er gespeeld wordt, als de wind verliest, gaat dan blaasbalg naar beneden via een kabelken, gaat de rolgordijn weer door omhoog. Is er veel wind nodig, dan zal het vlugger naar omhoog gaan. Is er weinig wind nodig, en dan van onder maar één gaatje. Beginnen zakken, hè. Dus wordt die zakt, gaat de gordijn open. En dan laat hij, kijk, via die gaatjes, en dat zijn klepjes geldt erin. Eén, en hier zijn twee gatjes, dus hoe hoger dat het gaat, hoe meer wind dat er vraagt, hoe meer wind dat er binnen kan. En als je wel zien langs de binnenkant hoe dat marseert, kijk, dat zijn allemaal gaten. Dan gaat de wind door. De blaasbalg beneden ligt, is de rolgordijn erboven. Dan kan de wind door, dan wordt de blaasbalg naar de muur geblazen. Als de blaasbalg naar de muur gaat, zakt die gordijn. Als er niet gespeeld wordt, is er geen wind nodig, dan is de gordijn toe. Maart 1996 begint men met de opbouw van het Van Petegem orgel in de Sint-Michielskerk van Keerbergen. Thank you.
Het historisch kerkorgel in de Sint-Michielskerk van Keerbergen werd in 1777 gebouwd door Pieter van Petegem, een van de bekendste orgelmakers die ons land ooit gekend heeft. Bij de afbraak van de oude Sint-Michielskerk begin jaren 70 werd het orgel onder impuls van de heemkundige kring De Botermolen gedemonteerd en in veiligheid gebracht. Het Van Petegem-orgel werd in 1980 uiteindelijk geclasseerd, maar voor de noodzakelijke restauratie was er toen geen geld. En die moeite bracht ruim 2 miljoen frank op. De totale kosten van de restauratie worden op 5 miljoen frank geschat. Uiteindelijk kwamen de gemeente, de provincie en de nationale overheid toch met subsidies over de brug, zodat het sponsorgeld vooral voor onderhoud zal gebruikt worden. Na 25 jaar mag de bekende orgelspecialist Camille Doge het Van Petegem-orgel inspelen. Zoals het er nu terug voorkomt, is het stralend en klinkt het feestelijk. De trompetten zijn vurig en groots. Er is ook een voix humaine bij, een menselijke stem, die ja, rijk, zeer boventoonrijk klinkt. Er zijn dan de donkere, ik zou bijna zeggen, fluweelachtige fluiten. Het is misschien wat vreemd, een 18e eeuws orgel in een moderne kerk. Maar Keerbergen heeft hiermee een belangrijk stuk van zijn geschiedenis voor het nageslacht bewaard.